focus. We zijn in Ibiza Airport, want dat is niet. We zijn in Charleroi Airport. En we gaan saus vertrekken. Terminal 2, hè. Nick heeft het nog nooit in zijn leven gezien. Ik vind dat hier heel raar. Hij is helemaal verbaasd. We gaan saus vertrekken naar Ibiza. Wij liggen bij het zwembad en ik heb zo net een roséwijn besteld. Na een maand geen alcohol drinken. Ik kijk er echt keihard naar uit, naar mijn rosé. Sam, stop het daar, Sam. Hier is mijn rosé. Ik ga drinken. Nee, niet doen. Stop. Ah, al een beetje. En? Mm. Is it as good as you remember? Ja, yeah. En die is lekker fris. Chantlap. Dank je. Oké, we gaan jullie een roomtour geven. We zijn terug op de kamer. Heb ik nog geen koffers of zo uitgepakt. Dus daar niet op letten. Maar dit is als je binnenkomt. Dan zie je eigenlijk dit voor u. Hier hebben we het keukentje. We gaan sowieso ook dit jaar weer koken in ons keukentje, de tafel. En dat was een super tof welkomstkaartje. Ja, de snoepjes hebben we al zitten eten. En dan hadden we ook fruit. Ook super leuk. Daar. Yummy! En dat keukentje heeft echt alles erop en eraan. Dus dat is wel tof als je wat kosten wilt besparen in Ibiza. Dan kun je zelf koken. Dan hebben we hier een zetel. Salontafeltje. TV. En ons terrasje. Het terrasje is wel echt mooi. Vorig jaar zat ik aan die kant. En het jaar ervoor ook aan die kant. Ik heb hier nog niet gezeten. Dus dan heb je uitzicht op het zwembad. Superleuk. En dan hebben we hier Mr. Samantha. Hier hebben we de slaapkamer. Snoepjes op het bed. Onze koffer moeten we uitpakken, maar hier zijn allemaal kasten. Raam. TV ook weer. En dan is hier de badkamer. Dan hebben we de wasbak. Mezelf. Een douche. Best wel groot voor een hotel. Zo echt een inloopdouche. En een toilet. En daar kun je nog van alles zetten. Dus dat is de roomtour. We gaan ons nu klaarmaken. We hebben gezegd niet douchen. Want dat gaan we dan deze avond doen. Want het is al 6:30 en we willen toch wel gaan eten s'avonds. Dus we gaan ons snel gewoon omkleden, denk ik. En dan gaan we eten. Eerste dag zit erop, ze. Hè, Mr. Sun? Ja, een t-shirt. Ja, een t-shirt zat erin. Hè. Mooi. Maar dat was wel al een beetje. Ik denk het, ja. Ik ben best wel gebruind vandaag al. Ik ben vooral hier verbrand. Ik ga zien dat ik niks flash. Maar een redelijk rood daar. Ik heb mijn tans ingesmeerd met factor 50. Maar... toch nog. De zon is hier wel heel straf, dus het zal daaraan liggen. We hebben ons net lekker gedoucht. Oh, zalig. Zeker na zo de vlucht en dan de hele dag in de zon buiten. En we hebben na ons eten nog iets gedronken hier aan het hotel. We
Maar we zijn echt stikkapot. Het is trouwens, ik weet niet hoe laat, 10:30 nu. Maar ja, we zijn natuurlijk wel op van 5:00 deze morgen. 4:15. Dus ja, echt stikkapot. Dus we gaan slapen. Hopelijk vonden jullie het een leuke eerste vlog. Dank je wel. Aandacht. Ja, vond jij het leuk? Want ja, voor u was het... Jawel. Een van de eerste keren. Het zijn toch perfecte dagen, zo. Ja, hoezo? Ja, zalig weer. Lekker eten. Ja. Genieten. Ja, heel inderdaad. Mooi. Het was vandaag eerder zo chill, echt. Morgen gaan we echt dingen doen. Maar ja, met de vlucht en zo was het vandaag echt gewoon even chillen. Nu hebben we wel wat slaap nodig. Even slapen. Ja, gaan slapen. Dus slaap wel iedereen en wij zien jullie morgen.